sta vandaag hier in Pannerden. Hier wordt dagelijks gif geloosd door voorbijvarende schepen. Dat vormt een groot risico voor ons milieu, maar ook voor de gezondheid. Ja, we proberen zoveel mogelijk boten die proberen te ontgassen, op hete daad te betrappen. Dat betekent dat ze het laatste restje benzine of benzine uit schepen laten gaan. Dat wordt in gas omgezet en dat wordt dus de buitenlucht ingestuurd. Een zeer kwalijke zaak, want het is giftig spul, het is kankerverwekkend spul. Het wordt gewoon in een gebied geloosd waar mensen wonen. Het zijn voornamelijk de tankers. Er zijn zelfs rederijen die vanuit Duitsland de boten naar Nederland sturen om daar te ontgassen. Omdat in Duitsland een nationaal verbod is. Nou, ze lozen het hier omdat de kosten hoog zijn om naar een afzuiginstallatie te gaan. En omvaren of al varend lozen is gewoon een stuk goedkoper. De SP voert de actie tegen, want het is natuurlijk van de zotte dat we hier met z'n allen gif lopen te happen. Bouw meer van de installaties, zorg dat er een toezicht is en op die manier kunnen we het oplossen. Maar de problemen in Nederland met betrekking tot milieu en mens zijn veel groter. We zien dat bij Gemoers in Dordrecht, waar Gen X wordt geloosd. We zien dat bij Chemelot in Limburg, waar lachgas wordt geloosd. Wat ons betreft moet dat stoppen. Daarom lanceren wij ons milieualarmteam. En we doen een beroep op u. Heeft u signalen dat het bedrijfsleven een loopje neemt met onze wetten en regels? Doe dan een melding via sp.nl/milieualarm. Dan pikken wij het op, nemen wij contact met u op en gaan we dat samen oplossen.